verschillende opleidingen gehad. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert ook die wereld beter kennen, want... Voor van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant. Wat Afrika-specialisten al lang zien aankomen, wordt recent bevestigd of steeds meer herhaald door opiniemakers en leiders. Ja, zelfs wereldleiders zoals Obama. Afrika is niet alleen een continent met een extreem rijk verleden, waar de wortels van de mensheid liggen, maar is ook een continent met een heel grote toekomst. Het wordt zelfs meer en meer het continent van de toekomst genoemd. En dat zien we op vele vlakken, onder andere economisch. Bij de grootste 10 groeilanden in de laatste 10 jaar zijn er minstens 6 Afrikaanse landen. Maar dat zien we ook op cultureel vlak, op sportief vlak. Overal is Afrika het continent in opkomst, het continent in the picture. Hier aan de UGent bijvoorbeeld zijn de laatste jaren 2 eredoctoraten toegekend aan Afrikaanse bekendheden. Namelijk onlangs nog Breitgen Breitenbach en daarvoor Desmond Tutu. 2 Zuid-Afrikanen die nauw betrokken waren bij de anti-apartheidstrijd. Dus Afrika is het continent van de toekomst. En wat vele mensen steeds vergeten is dat Afrika ook steeds meer aanwezig is hier bij ons in Vlaanderen, in België. Afrika maakt steeds meer deel uit van onze samenleving. Op tv zien we natuurlijk heel vaak die bootvluchtelingen, grote sloepen vol Afrikanen. Dat is het beeld van Afrika als continent van de miserie. Maar wat we te vaak over het hoofd zien, is dat nu reeds vandaag in onze samenleving grote gemeenschappen van Afrikanen aanwezig zijn. Ghanese, Nigerianen, Congolezen. Afrika is aanwezig in Vlaanderen, in België en de Rode Duivels zijn daar enkel een voorproefje van. Het is dus nogal logisch dat in de komende jaren steeds meer vraag zal zijn naar mensen met een diepgaande kennis over Afrika, zijn culturen en zijn talen. En dus mensen die daar meer over willen leren, die zich daarin willen specialiseren, zijn bij ons zeker aan het juiste adres, want Afrikaanse talen en culturen is de enigste opleiding in Vlaanderen en zelfs in België waar je 4 jaar lang kunt verdiepen in Afrikaanse talen en culturen. Onze opleiding is een heel kleine opleiding, dus er is een heel nauw contact tussen proffen en studenten, wat een heel positieve invloed heeft op de motivatie van studenten en ook op de slaagkansen van studenten. En ik ben er 100% zeker van dat studenten die Afrikaanse talen en culturen studeren, jaar na jaar verrast zullen worden, want het is zo dat in het middelbaar studenten of leerlingen heel weinig leren over Afrika. Ik denk niet dat er iemand weet dat er 2000 talen in Afrika gesproken worden, dat Congo meer dan 250 talen heeft. Heeft er al ooit iemand gehoord van een schrijver zoals Chinua Achebe? Wie heeft er ooit van de Sukuma in Tanzania gehoord? Dus je leert heel veel nieuwe zaken in Afrikaanse taal en cultuur. En dus Afrikaanse taal en cultuur gaat niet alleen over het continent van de toekomst, maar het is ook een opleiding vol heel positieve verrassingen. Dus ik zou zeggen, doen.